Hoe kon de voorleeskampioen 2018-2019 is geworden Hadjar! Ja! Hi, wat is je naam? Hadjar. En wat heb je vandaag gedaan? Voorleeswedstrijd. Ik vond het heel leuk. Had je verwacht dat je zou winnen? Ik wilde eerst zien hoe iedereen las en aan het eind dacht ik van ik kan wel winnen. En welk boek heb je gekozen? Roald Dahl, De Reuzenpersik. En waarom heb je dit boek gekozen? Ik dacht gewoon een origineel boek zou het beste zijn. Niet echt wat iedereen las, want het moest wel origineel zijn. En was het je eigen keuze hier aan mee te doen of ben je door je school verkozen? Of hoe ging dat precies? Nee, eerst zei de meester wie wil meedoen aan de voorleeswedstrijd op school. Toen vond ik dat wel leuk. Toen had ik weer op school gewonnen en ja, ik was echt heel blij. Nu ben ik ook heel blij. Ah, dat is fijn om te horen. En buiten school lees je dan ook heel veel? Niet zo heel veel, maar sommige boeken vind ik wel echt leuk. Okay, wat voor boeken lees je dan vooral? Dagboek van een muts. Meer dat iemand over zichzelf praat. Oké, dus een beetje in de ik-persoon lees je graag. En je zou dus nu naar Assen moeten gaan als het goed is? Assen is de volgende voorleeswedstrijd. En weet je al welk boek je daarvoor gaat gelezen? Nee, nog niet. Ik moet wel een nieuw boek, dus ja. En ben je er heel erg nerveus voor? Nu niet, maar als ik daar zit, dan vind ik het wel eigenlijk. Je gaat er zeker vanuit dat je, nou niet vanuit, maar ik denk wel dat je graag wil winnen. Ja, dat wil ik heel graag. Dankjewel. Alsjeblieft.